ik hou van de horizon. Een soort breedte. Het vlakke Zeeuwse land. Ik hou van abstract, van de essentie van dingen. Dus landschappen zijn bij mij altijd vrij kaal. En vandaar ik van het Zeeuwse landschap hou. Of ik schilder dat juist omdat ik van het Zeeuwse landschap hou. Nou, mijn emotie speelt misschien een rol, maar die ga ik er niet in leggen. Ik vind dat vaak flauwekul. Ik heb weinig. Ik heb een kleine horizon, zeg maar. Die leegte die vind ik subliem, ook in het echte trouwens. Dit is leeg en doorsneden door bomenrijen. Kleine plukjes. Veel lucht. Mooie kleuren. Ja. Daar kan ik wel wat mee. Ja. Toen ik leerde fietsen op het fietsje van mijn zus, weten we nog wel, toen zei ze of je gaat echt fietsen of ik help je niet meer. Toen stapte ik op de fiets en toen fietste ik in één keer heel die polder rond. Dat was misschien 2 kilometer of zo. Dus ik leerde fietsen, maar dat was gelijk de grens. Zeg maar. Ja, toen was die polder een beetje de wereld, hè? Dus ik nam er met heel veel moeite afscheid van toen ik 13 was. Ik vond het echt heel moeilijk. Ik begin altijd met een zwart doek, omdat ik met een beetje bang ben voor het wit. Maar ik vind het dit keer wel interessant om het ter plekke te doen. Omdat het misschien het laatste jaar is van deze polder. Maar het zwart wordt bedekt met landschappen. En zoals ik het nu zie, niet met een treurig landschap, maar gewoon. En de polder is heel ruimtelijk, dus ik denk dat ik eerst eens op zoek ga naar... een beetje de structuur van de polder. Hoe die is opgebouwd en waar de boomgroepen zitten. Hoe de ruimte te verbeelden. Op dit moment heb ik het idee om veel lucht te doen, maar ik weet niet eens of dat gaat gebeuren. Luchten kunnen heel erg mooi zijn. Maar je moet het treffen eigenlijk. Ik heb het wel een beetje van het moment heb ik nodig, van het waarnemen. Vooral van heel veel wolken. Ik heb 17e eeuws grote, hoekige wolken, zeg maar. Wolkenbanden. Ja. Maar er is een verschil tussen wat er mooi is op een schilderij en wat je mooi in het echte leven vindt, zeg maar. Dus dat is niet altijd precies hetzelfde. Ik ben geboren in een polder, de Koningspolder bij Borselen. Een tamelijk oude polder zou ik kunnen zeggen. Nou ja, 1753 ingepolderd. Maar in 1970 was het klaar, toen was ik zelf 13 jaar. En eind jaren 60, begin jaren 70 is het hele gebied, zoals iedereen weet natuurlijk, opgeofferd aan de vooruitgang. Dus kerncentrale is gekomen, Total op het terrein waar mijn vader boer was. Allerlei andere fabrieken. Heel uitgebreid is het onder een laag zand verdwenen, het hele gebied. Nou, wat me voorlopig het best bevalt, is de enorme rust die je in deze polder hebt. Dus, op vogelgeluiden na is er eigenlijk helemaal niks. In de verte misschien wat industrie. Ja, als je heel hoogdravend bent, kan je zeggen, ik schilder de stilte. Maar nou, voorlopig denk ik geen geluid. Ik fiets liever wat dat betreft. Ik vind de manier om een polder te ontdekken is wel op de fiets. Dat is een beetje de goede vervoermiddel voor een polder van dit formaat. Zeg maar.
die vorm van ontpolderen, dat heeft wel heel erg lang sporen nagelaten, zeg maar. Niet dat ik daar nu nog zo nostalgisch over ben, maar het is voor mij toch wel, als ik het over de Hedwigpolder ga hebben, is het eigenlijk wel een soort vertrekpunt, min of meer. Nou, op zekere dag fietste ik weg van huis om naar school te gaan in Goes en we keerden daar niet meer terug. Dus achter onze rug is het afgebroken. Precies dezelfde dag. Mijn vader was een dag te laat vertrokken, als een soort stil protest, denk ik of zo. Hij moest op een bepaalde dag ontruimen, die deed een dag later. En wij kwamen na schooltijd terug in ons nieuwe huis in Eindewegen. En dat was voor mij gewoon een schok, min of meer, dat we daar gingen wonen, ja. Ja, die treurweg die schijnen 100 jaar oud te wezen, net zo oud als de polder zelf. En ze heten natuurlijk treurweg, dus, maar dat moeten we ons niet van de wijs laten brengen. Ze zijn gewoon mooi. Stoer en mooi, mooi van kleur. Ik zal er niet gauw eentje tekenen, vind ik. Want die hebben al een heel leven achter de rug, hè, met al die gaten erin. Dit verwacht ik totaal niet, dit. Het is een heel andere wereld, dit, hè. Ook wel mooi, op zich. Nou ja, dit zijn eigenlijk ook weer twee werelden, hè. Je hebt Schelde en het Riet. En daarboven heb je iets heel anders. En de vogeltjes die horen bij het Riet. Hier zie je wel heel goed het verschil wat men aanbrengt tussen natuur en een soort cultuurlandschap. Maar het is eigenlijk relatief. Dus om dit geen natuur te noemen, dat vind ik vrij absurd. Ja. En toch loopt er een duidelijke scheiding. Ja. Ik hou van in cultuur gebrachte natuur. Bomenrijen, maar wel allemaal op zijn plek. Hè. Dus het is niet woest. Nee. Ja. Maar misschien dat het de andere kant nog eens wat meer komt. Ja. Maar het heeft ook met schilderen te maken. Dit is gewoon wat minder. Dat zou dan misschien de zogenaamde schilderachtige natuur wezen, maar voor mij niet. Dan, nou ja, de natuur kan zichzelf niet verweren, denk ik. Procedures die maken er een eind aan. Denk ik misschien op deze plek wel ongeveer. Er zijn zoveel laatste jaren geweest van de Hedwigen dan voorlopig. Dat is altijd het voorlaatste jaar, denk ik. Genoeg diepzinnigheden.